Ja? Ik ben Bremse Mahoro, ik ben 15 jaar. Van oorsprong kom ik uit Guinea. Ik woon sinds 2004 hier in Nederland. Ik volg VMBO-T op fase 3, school in Willevaart in Enschede. Zoals veel jongens droom ik ervan om profvoetballer te worden. En liefst bij FC Twente 1. Sparta Enschede was mijn eerste voetbalclub sinds ik in Nederland woonde. In 2007 ben ik gescout door FC Twente en ze hebben me hier naartoe gehaald en waar ik nu in de B1 speel. De combinatie tussen studie en voetbal is best wel zwaar. Je moet er veel voor over hebben en veel discipline. En soms moet je er ook op letten wat je eet. En ook vaak op tijd naar bed gaan omdat je dag daarna weer vroeg uit moet en weer vol aan de bak moet om te trainen. Ook de club vindt het belangrijk dat ik mijn diploma haal. Voor het geval zeg maar, dat het niet gaat lukken om profvoetballer te worden door een blessure of door een ander geval. En dat ik daarna nog mijn diploma bij de hand heb om alsnog met iets anders succesvol te kunnen worden. Vaak sta ik om 7 uur op, dan ontbijt ik. En kwart voor 8 ga ik het huis uit. Om 8:30 begint de les tot 3 uur ongeveer. En kwart over 3, 3:30 staat de bus bij de school. Die brengt ons dan naar Hengelo toe. Om 4 uur trainen we dan. En dan ben ik ongeveer 6:30, 7 uur thuis. Dan ga ik nog even wat eten. En soms moet ik dan leren of huiswerk maken. En rond 9:30, 10 uur, dan lig ik weer in mijn bed. Op weg naar volgende dag. Gelukkig heb ik nu zoveel met discriminatie te maken tijdens het voetballen. En het is wel een paar keer voorkomen en ik reageer er nou rustig op. En als ik dan in de buurt van een speler kom, dan zeg ik dan, voor jou zal ik een speciaal eentje maken. En als dat lukt, ja, dan zeg ik zo, ik zei het nog tegen jou. Op zo'n manier pak ik dan zo'n speler terug die mij gediscrimineerd heeft tijdens het voetballen. Mijn doel is om FC Twente in te halen en daarna zie ik waar ik naartoe ga. Voorlopig zit ik in de B1 van FC Twente. Normaal hoor ik in de B2. En ik mocht een jaar overslaan dus. Dus dat is eigenlijk een goede stap richting mijn doel. Dus dat is om FC Twente in te halen.